Minister Reshma Koldeep Singh van Economische Zaken en Ondernemerschap en Technologische Innovatie zegt dat er dag en nacht controle gevoerd wordt op prijsverhogingen. Vandaag, voor aanvang van de ministerraadvergadering, zei de minister dat de afdeling op haar departement regelmatig maatregelen treft. We zijn bezig alles te reorganiseren, alles weer goed in place te hebben. Maar de controles gaan gewoon door. Als men doet aan prijsopdrijving, gaan we hard optreden. We hebben het ook elke keer weer gezegd dat vergunningen ingetrokken kunnen worden. U kunt geblacklist worden. Dus we zijn hard bezig. Maar natuurlijk moet u rekening houden dat wij met de weinige middelen en het geld dat we niet hebben op de begroting, dat we een... niet landelijk in één keer kunnen gaan. Ik heb al gezegd, we hebben verspreid over het hele land wanneer wij de districten aandoen, de resorten aandoen. Maar dat ga ik natuurlijk hier niet zeggen wanneer we waar gaan. Het zijn geheime operaties. Maar laat me één ding zeggen, de prijscontrole wordt gedaan. Natuurlijk, kijk, vroeger kwam ik keihard in de media ermee met naam en faam. De bewindsvrouw zegt dat zij nu niet in de media komt met de namen van de organisaties, omdat de ondernemers klagen dat zij gecriminaliseerd worden. Wel benadrukt zij dat er flinke boetes worden gegeven, die oplopen tot in de honderden duizend SRD's. We houden rekening daarmee. U moet rekening houden, het ministerie van Economische Zaken is daar voor de ondernemer, maar het is ook daar voor het volk. We moeten beide beschermen. Maar we zeggen ook elke keer aan de ondernemers, ga niet overdrijven. Help ons mee. En we zijn goed op weg. We zijn goed op weg met de Vereniging van Importeurs. We zijn goed op weg met VSB, met bedrijfsleven, die ons nu gaan helpen. Voor het achterland hebben we gezegd, we gaan een plan maken. Want het zijn de importeurs ook die distribueren in het binnenland. En soms gaan de containers... niet helemaal vol naar het binnenland. Dus we hebben dan afgesproken dat we dan met de... Er zijn niet veel winkeliers in ik geef maar een voorbeeld hoor. Ik noem Achoni of Marowene. Er zijn niet veel winkeliers daar. Dus dat we dan afspreken van we gaan een plan maken. Dat zij ons helpen om te distribueren. Zodat we die tussenhandelaren, daar gaat het mis. Koldeep Singh zegt verder dat de tussenhandelaren grotere winst willen maken met alle gevolgen van dien. Dit moet aan banden gelegd worden. De hulp van het bedrijfsleven in deze kwestie is hard nodig.